Mensen, het is weer tijd voor een nieuw filmpje. Ik zit hier niet alleen, maar met deze paprika. Hallo. Ik heb vandaag een gast. Ik heb een hele speciale gast. Iemand waar ik al jarenlang tegen opkijk. Niet waar. Ik ken je ook gewoon eigenlijk niet. Het lijkt net alsof ik tegen niemand praat. Steek eens één arm in beeld. Hey. Dames en heren, ongekende is mogelijk. Een Tata YouTuber heeft... Hallo. Izzy van de vlogs op jullie scherm. Alles lekker? Ja, gaat goed en met jou? Gaat natuurlijk helemaal fantastisch. Ik heb speciaal voor jou vandaag gewoon twee paprika's. Dat heet. Hoezo wil je hete paprika? Ze zijn toch rood? Ze lijken gelijk vurig, broer. Nou, maar ze is echt heet, hoor. Alsof ze uit de hel komen. Ja, pas op, neem een hap. Dan voel je meteen hoe heet het is. Serieus? Ja, serieus. Ja? Ja, ik ga het proberen. Het is wel echt heavy. Als ik ga schreeuwen, zo is het jouw schuld, hè? Duurt even een paar seconden. Het is wel gezond, dit toch? Voel je de pittigheid niet? Nee, eerlijk gezegd niet. Prank! Het is helemaal niet pittig! Prank! Bijna. Mag ik hem weer wegzetten? Vind je niet lekker? Ik hou niet echt van paprika, eerlijk gezegd. Yo. Je bent de eerste ooit die in mijn video's zegt, liever niet. En je hebt volledig het recht om dat te zeggen. Alleen ik ben het gewoon een beetje moeilijk in het hart van mij. Oh, jij houdt er echt van. Dit is best wel een belangrijk iets. Maar waarom dan? Gewoon voor mij en mijn kijkers. Oh! Je hebt nu mijn kijkers. Oh! Hey, deze shit is zo... Hey, gooi die ding weer terug. Gooi hem. Dit is trouwens Ismael Ilgun, de jongen die mij sinds dat ik hem ken, en dat is nou, wel geteld een paar dagen, Kevin noemt. Bro, kijk, ik ken je naam niet, maar ik ga je gewoon eerlijk zeggen. En dat heb ik ook tegen jou gezegd. Ik ken jou langer dan 3 jaar, ik kijk jouw video's en ik ben gewoon fan van je. Ik vind het ergens echt leuk dat je fan van me bent en terwijl ik ook gewoon niet mijn naam weet. Dat is echt fantastisch. Dat zijn die Turkse fans toch? Ik speel ook spelletjes met mensen, want ik noem mezelf Calvin op YouTube, maar dat is niet zo. Als je Calvin zou hebben en Kevin, wat zou dan de combinatie daarvan zijn? Dat is mijn naam. Kevelina. Boy, Vironke! Nee, ik heet Kelvin. Izzy, weet je wat we vandaag gaan doen? Nou? Vier joint roken. Grapje. Dat doe ik niet aan. We gaan vandaag jouw eerste video's kijken. Ja, het is zover! Yes! Ik heb mijn handen gekregen op letterlijk video's die nog niemand ooit gezien heeft. Zelfs Jeroen Pauw niet. Maar ik ga jullie wel eerlijk zeggen, mensen. Zeg het eens. Ik heb niks te zeggen, ik wil gewoon kijken. We gaan nu naar oude video's van mij kijken. Dit was in 2011. Ik maakte video's in het Engels. Dus jij stuurde me dit op en het was fucking grappig. Want ik dacht, waarom stuur je me dit op? En toen dacht ik, hier moet ik een video mee maken. Dit is het, maar dit is te mooi. Interessant voor de mensen die het nog niet weten. Nu even serieus, er zijn heel veel mensen die deze kant niet weten. Nee. Ze hebben alleen een bepaald perspectief van mij. Wa, 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 alleen maar schreeuwen. Hoe gaat dat? Wa, 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 wa. Hoe? Wa, 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 wa. Oké. Hey, mag jij even sneller op jouw video gooien? Ga mij ook mijn camera trekken. Want mijn kijkers willen het ook heel graag zien. Wat gaat er gebeuren? Ik ben oprecht bang. Wat gebeurt hier? Ik dacht hij gaat één zieke dans doen of zo, maar het was gewoon... Ja, het zijn karakter in de vlog. Ben je klaar voor? Is dit je eerste video ooit? Nee, vast niet. Nee, hoe oud was je hier? 14 ongeveer. Hoe oud ben je? Terug. Ik ben nu 19. Oh, ik ben gewoon ouder. Wow. Mag ik je mentor worden? Ik kan mijn mentor broer worden. Hey broer. Dit was zo fucking mooi. Jij wou internationaal, jij wou PewDiePie worden. Jij wou gewoon internationaal level behalen. Ja, klopt. Ik wil eigenlijk groter dan PewDiePie worden. Je Engels vind ik erg goed. Wat is dat accentje ook, mensen? Beetje geforceerd. Doe het maar live. Ik kan het niet eens goed nadoen. Het was een soort van half geforceerd Brits. Maar ik kon je wel verstaan. Ik keek te veel Jazz Cap die tijd. Scène 2. Ja. Izzy ligt in bed. Jij was echt ook die duur die klaagde gewoon over dat uit bed moest. Ja, nog steeds. Er is altijd iets waarom ik uit bed moet. Dat was jij. Jij sliep ook met kleren aan. Hoe heet je dat allemaal? Ja, dat staat er weer. Lot gaat slapen, weet je wat er dan allemaal kan gebeuren, mensen? Kijk. Ik weet het niet, Izzy. Ik weet het ook niet, ouwe. Oh, wat één ziek outfit had je, hoor. Chicken. Wat zei je? Chicken? Dat is echt een chicken. Chicken. Kijk! Wat was dat? Ik weet het niet. Dat was echt. Beetje sexy doen toch? Ja, dat was een beetje sexy voor je ladies. Die chickies die kijken. Hier, kijk! Chicken tweets of celebrities.
ergens is het best wel grappig. Het is droog grappig. Je klaagt eerst dat je uit bed moet en dan verveel je. En wat doe je dan? Slapen. Die gordijnen, zijn er nog steeds gordijnen? Ja, maar afgeknipt. Maar kijk dit, kijk, ga je iets vertellen, ja? Mijn idee was hier om mezelf te gaan filmen en zeg maar dit stukje niet, snap je? Dus dat stukje met die stoelen niet, dat je niet ziet dat ik tegen niemand praat. Maar je ziet letterlijk dat ik tegen niemand praat gewoon. Je kon niet zeg maar gewoon... Ik kan dat nog steeds niet, denk ik. Echt? Ik ben nog steeds van het knippen en plakken gewoon. Go outside, I'm not being in the garden. But it's getting a little bit dark and day is about to end. Well, I've been on my computer for 3 hours now and I don't realize... 3 hours? Dat zei je. I've been on my computer for 3 hours now. Nee. Jawel. Nee. Dat heb ik echt niet gezegd. Jawel. Well, I've been on my computer for 3 hours now. Je zei 3, jawel. Ja. Je zei 3 hours. Shit, dat is nooit gebeurd. Jawel, maar je zei 3 hours. Dat is mijn tweelingbroer. Jij was best wel overtuigd van het feit dat je maar geen leven had, geen geld, geen wat dan ook. Dat... Geloof me niet. Kinkeld, wel honger, kinkeld, wel King slaap. Heb je daar al shirts van? Chicken. Dat moet je echt doen. Kinkeld. Ik kan het zo iedereen niet bevatten. Weet dat is, kijk. Ik snap het gewoon niet. Heel veel mensen hebben deze video gezien. Die reageren allemaal als ja, snap je? Ja. Ik ben het gewend. En als ik het ook zo terugkijk, denk ik wel van... Ja. Wat doe ik, ouwe? Doe even rustig, ouwe. Kom tot jezelf, man. Hoeveel abonnees had je? Dit was weer op Ismail Hubin, maar ik had hier voor de intro gezegd, daar had ik wel... Maar toen je deze maakte, had je toen veel abonnees? 20 of zo. Mag helemaal niet lachen. Ja, natuurlijk. Iedereen begint. Toch 20. Ja, natuurlijk. Ja. Doe je nou, pik? Dat is 100.000 euro, vriend. Wat denk je? Met de Kelvin's Osse? Denk je met de Mai-Osse? Een Pullenburg of zo? We zijn met Osse. Hé, jongen, boos door op je matties. En een liefdevol huis. Chicken. Ik probeer altijd zo lief mogelijk te doen. Dat is mijn bedoeling. Je lacht me de hele dag uit, man, pik. Maar je hebt nog een video. Klopt. Mag ik die checken? Ja, dan moet je inloggen op mijn account. Wil je dat doen? Oké, we zijn aangekomen bij video nummer 2. Dit was in 2012. Dit was een straatinterview die ik had gedaan. Dit was ook in het Engels. Gewoon langs mensen en dan vroeg ze wat ze zouden doen met 1 miljoen euro. En ik ga jullie iets zeggen. Zeg het. Dit was in 2012. 4 jaar geleden. $1 million. Dan doen wij je goed bij volgens mij. Chicken. Zieke muts. Can I ask you a question? KSI. Je hebt gewoon KSI geïnterviewd. Dildo, maybe. Wow. Dildo, do you like dildo? Oh. What would you buy then? To be honest, I'll keep it really. What would you do with $1 million? I would buy a nice car. What would you do with $1 million? I would buy a big house. Het is gewoon echt een Nederlandse dude ook. Het is gewoon een Nederlandse guy. And just act cool. With lots of girls in it? Yeah, if you have money, you get girls, so. Kijk deze, kijk. Happy. Dit is echt leuk. Money doesn't make you happy. Yes, you're right, it doesn't make you happy. What makes you happy then? Chicken. Well, it's not him, obviously, is it? Punchline. I think that I'm gonna help children on the road. Oh, dat is very nice, it's very nice. Ja, jouw Engels blijft gewoon fantastisch. Het is echt fucking grappig. Nice. Exactly, but I think I'm gonna do good things. Wat was dat? Dat zit gewoon in mijn hoofd, ik zweer het. Jij hebt minimaal 2 keer deze video je middelvinger omhoog gestoken. Nee, dat moet jij niet doen. Ja. Zal ik mijn ringvinger? Ja. Voor de chickies die willen trouwen. Ben je verliefd? Ik ben niet verliefd. Als je een meisje je vinger geeft, dan neemt ze je hele hand. Nee, maar je moet ook niet vinger geven, je moet gewoon je pik geven. Zo werkt het. Erg, man. Nee, zo werkt het gewoon. Je was goed, ouwe. Ik geef je echt eerlijk. Ik ben een beetje geflasht. Hey, broertje. Luister. Die hebben me echt gepakt, ouwe. Dit keer. Jouw argument voor het zijn van niet verliefd was dat als je een vrouw een vinger geeft, dat ze dan je hele hand pakt. Broer, ik zeg gewoon maar wat. Ik ben gewoon niet verliefd, gewoon. Wil je een oproep doen? Nee, totaal. Meiden van Calvijn. Mochten jullie nou nog in je eentje alleen thuis zitten, op zoek naar een leuke, spontane jonge man. Met kinkeld. Kinkeld en een paar jaar geleden een grappig Engels accent en een beugel. Dan is dit Ismail Goen. Ja, jullie kunnen me bereiken op 06-8702-9999. Is dat echt zo? Nee, tuurlijk niet. What would you do with $1 million? Oh, check it, man. Super high. En ik zie hem, deze man zie ik nog steeds in Amsterdam lopen. En dan spreek ik nog steeds met hem. Dat is grappig. And I make the $4 million into a billion. And then I become a multi-billionaire. To become like even a trillionaire, man. On the planet. And check it. I would like take hip hop to even higher levels than it's on now, right? I would like PlayStation in the subway, man. You can play that for free. Practice. I would like check it. Die vond ik echt fucking goed. Ja, die was echt goed. Gewoon een PlayStation in de metro.
Oh, broodjes. De broodjes. Nee, ik denk niet dat hij dat bedoelde. Ja, kan ook. Party everywhere! Free marijuana for everybody! Rastafari lives, man. Ja, man. Wat is dit? Dat is een tekening die mijn zus voor me had gemaakt, mijn verjaardag. Dat is wel lief. Ja. Heb je nog steeds? Ja, die heb ik nog steeds. Kan ik strijken? Strijken? Ja, natuurlijk. Je moet geluk op jezelf. Ga je nu mama roepen als ze moet strijken? Nee, toch? Jawel. Serieus? Doe mijn moeder kon echt letterlijk één keer per maand op zitten strijken. Nee, grapje! Nee, ik strijk gewoon. Ik kan het niet zo goed, ik doe het wel, ik probeer het. Dit vond ik een van de raarste video's die ik ooit gemaakt heb. Dat is goed. Jij houdt van rare. Ik ben een beetje een rare jongen, ja. Izzy is natuurlijk op een of andere manier vrij negatief de media ingebracht. Dat is zeker het geval, dat kunnen we niet ontkennen. Klopt. Ik ken je letterlijk een kwartier. Je hebt nog niks kapot gemaakt in mijn huis. Over het algemeen valt het allemaal wel mee. Hij heeft alleen maar aan mijn paprika afgewezen. Ja, dat is een belediging, hè. Ja. Maar als de volgende keer komt, neem ik er 20 voor je mee. 20? Ik ga gewoon uit van de goedheid in de mens. Zo ben ik. Zo blank ben ik. Dat heeft niks met huiskleur te maken. Nee, dat is waar. Ik luister een en al oor. Ik ben negatief in het nieuws gekomen. Ik heb een paar domme dingen gedaan, mensen. Klopt. Nou, fouten worden eenmaal gemaakt als je er maar van leert. Klopt. Als je mij niet mag of als je mij maar niks vindt, dan kijk je maar niet. Dan hoef je niet naar mij te kijken. Maar klopt. Hou je mening voor jezelf als het beledigend is. Klopt. Kritiek hebt, dat mag je hebben. Daar kan je altijd van leren. Klopt. En klopt. Bedankt voor het kijken, man. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet zoveel mogelijk duimpjes omhoog te geven. Toon wat liefde. Trump is president, dus het valt allemaal wel mee ofzo. Zijn kanaal is in de beschrijving. Woo!